Wij zijn allemaal homo-liefhebbers. Ja, echt waar. Ja, op Roze Woensdag is iedereen dat wel. Maar hoe is dat de rest van het jaar? Nou ja, de rest van het jaar hebben Nederlanders toch wel de neiging om te vinden dat je maar gewoon moet doen. René van Soeren stond aan de wieg van de Roze Woensdag. In 1983 liep het tijdens de Vierdaagse helemaal mis in Nijmegen. Toen was er bij een homobar in de Van Welderenstraat, het Bakkertje. Daar waren ze dagenlang, werden mensen daar lastiggevallen. Tot en met een molotov cocktail in het pand zelfs. En een aantal mensen, waaronder ik, hebben daar ook tegen gedemonstreerd op de inkomstdag op de Sint-Annestraat. En ook daar heeft dat tot vechten geleid. Nadat het COC een zwart boek opstelde, kwam Nijmegen met homovriendelijk beleid. En zo'n 15 jaar geleden ontstond zelfs de beroemde Roze Woensdag. Maar zonder slag of stoot is het allemaal niet gegaan. Ik heb in de beginfase hier in de adviescommissie van homo-lesbisch beleid gezeten. En dan was het heel moeizaam, maar dan is het eigenlijk nog steeds. Er is nog steeds een stukje schijntolerantie, helaas. Zo blijkt uit onderzoek dat veel Nederlanders het niet prettig vinden om twee zoenende mannen te zien. Nou, als ze in openbaar zoenen, dan vind ik dat niet zo heel... Ja, wat zal ik zeggen? Ik kijk daar niet zo graag naar, maar als twee... Een hetero stel elkaar zitten af te likken vind ik ook niet zo bijzonder in het openbaar, toch? Ik heb er geen probleem mee. Ik doe het gewoon als mensen er iets van vinden, dan moeten ze er iets van vinden. En dan leg ik ze rechts naast me neer en dan ga ik het gewoon mee door. Dus. Nou, in Spanje is het wel iets makkelijker als in Nederland. Makkelijker, ja? Ja, in Nederland kon het ook altijd. Het is toch wel wat minder geworden, ja. Laat ik het zo zeggen. Volgens René van Soeren zijn we er dus nog niet. En zolang er dus alleen maar op dit soort dagen heel uitbundig gedaan kan worden, maar mensen niet zichzelf kunnen zijn op al die andere dagen van de week, zijn wij nog niet klaar. En dan bestaat het COC dit jaar 70 jaar, maar dan vrees ik dat we net als de Vierdaagse nog wel door kunnen gaan tot we 100 jaar bestaan.